Mediteren, dat is eigenlijk met al jouw aandacht naar binnen gaan en jou richten op jouw innerlijke wereld. En mediteren helpt jou ofwel om te ontspannen ofwel om inzichten te krijgen. Vroeger had ik nogal wat vooroordelen over mediteren. Ik vond dat iets zweverig en ik had dat radicaal afgewezen omdat ik het beeld had van mediteren als iets waarbij dat je urenlang stil moest zitten in een lotushouding en waarbij dat je niet mocht nadenken en iets waarbij dat mensen wierook branden of weet ik veel wat. En ik had zoiets van, ja, stilzitten, ik kan dat niet. En niet nadenken, mijn hoofd stopt nooit met denken en ik vind denken zelfs leuk. En wierook, ja, dat vond ik dat stonk. En ik vind nog altijd dat wierook stinkt. Dus ik had zoiets van, ja, mediteren, dat is niks voor mij. Maar intussen weet ik dat mediteren iets helemaal anders is dan wat ik altijd dacht. En het ding is dat om jouw lichaam gezond te houden, ga je sporten en ga je gezond gaan eten. Maar om je hoofd gezond te houden, helpt mediteren heel fel. Mediteren helpt om jouw hoofd tot rust te brengen. En eigenlijk is het zo simpel als dat. Dus daar is eigenlijk niet veel zweverigs aan. En het is dus ook helemaal voor rationele mensen die gewoon een beetje peace of mind willen. Het ding wat heel veel mensen denken is dat jouw gedachten moeten stoppen als je mediteert. Maar dat is helemaal niet waar. Wat je doet als je gaat mediteren, dat is eigenlijk jouw gedachten voorbij laten komen en eerder observeren, zoals wolken door de lucht. En laten passeren zonder dat je jezelf gaat laten meeslepen door die gedachtenmolen. In het dagelijks leven heb je eigenlijk drie bewustzijnstoestanden. En dat is waken, slapen en dromen. En als je gaat mediteren, dan kom je eigenlijk in een vierde bewustzijnstoestand terecht. Jouw hersenen gaan ook andere hersengolven maken. En je komt eigenlijk terecht in de alfa-staat of in de theta-staat. En dat is eigenlijk een staat van hele diepe ontspanning en rust. En wat gebeurt er in die nieuwe bewustzijnstoestand? Dan gaat jouw denken eigenlijk meer en meer weg en komt er een soort van weten naar boven. Dus tijdens mediteren openen wij onszelf eigenlijk voor een diepere staat van zijn. Een staat van zijn die ons innerlijke wijsheid brengt. Tijdens onze opvoeding, door onze ouders en door leerkrachten op school, worden wij heel goed geleerd hoe dat wij ons moeten gedragen en hoe dat wij ons moeten bewegen in de buitenwereld en naar de buitenwereld toe. Maar niemand heeft ons als kind geleerd om naar binnen te gaan kijken en om het stil te maken en om onze innerlijke wereld te gaan onderzoeken en om te kijken wat daar eigenlijk allemaal gaande is. En het leuke aan meditatie is dat je gaat afzakken in een hele nieuwe wereld die helemaal diep in jezelf zit. Dus mediteren is eigenlijk een manier om jouw hoofd, om jouw geest, om jouw mind te trainen. Om niet meer jezelf te laten afleiden door de buitenwereld of door die gedachtenstroom in jezelf. Maar om tot een veel diepere staat van zijn te komen. De meditatieve staat van zijn, dat is eigenlijk een bewustzijnstaat waarin dat je helemaal ontspannen bent en dus ontvankelijk voor bepaalde inzichten. En tijdens het mediteren is jouw geest of jouw mind, jouw hoofd, nog altijd heel alert. Je bent helemaal wakker en helemaal aanwezig. Je bent heel bewust. Dus het is helemaal niet zo dat je tijdens het mediteren gaat zweven of dan ook. Dat kan. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat zal ik ook nog wel vertellen. Maar de kern van te mediteren is jouw innerlijke wereld gaan verkennen. En tot innerlijke rust en een vredevol gevoel komen. Hoe dat je daartoe kan komen, of welke meditatietechnieken je daarvoor gebruikt, dat is eigenlijk helemaal jouw keuze. Je hebt heel veel verschillende meditatietechnieken. En in een van mijn volgende video's ga ik die ook wel wat meer uitleggen. Maar om een paar voorbeelden te geven. Je hebt bijvoorbeeld de mantra meditatie. Je hebt mindfulness meditatie. Je hebt begeleidende meditatie. Je hebt meditatie op muziek. Je hebt duizenden soorten meditatie. En het is aan jou om te kiezen welke meditatie dat het beste bij jou past. Dus meditatie is eigenlijk gewoon zelfonderzoek, op zoek gaan naar de innerlijke wereld in jouzelf.
Ik ga ook een playlist maken over alle meditatiefilmpjes die ik hier ga opzetten. Dus als je deze video wat later bekijkt, ga dan zeker naar die playlist en dan kan je alles te weten komen over meditatie, wat je ook maar moet weten daarover. Als je dit een leuke video vond, dan mag je ook altijd liken en een reactie achterlaten, want dat helpt mijn kanaal ook wel om verder te verspreiden. En ja, het is ook mijn bedoeling met dit kanaal om mensen te helpen om hun bewustzijn te verruimen door meer naar hunzelf te gaan kijken en naar binnen te gaan kijken. En ja, dus door te liken, te reageren, te abonneren, help je mijn kanaal met groeien en mensen dus met ook meer bewuster in het leven te gaan staan. Dankjewel alvast om te kijken naar deze video. Merci.